Daar is hij weer. Plastic soepserver Marijn Tinga komt als suppunt aan bij het stadhuis. Dit keer samen met kinderen van basisschool Lucas van Leiden. Het is onderdeel van een nieuwe tour met als doel afval scheiden ook op scholen normaal maken. Nou, het lijkt me vanzelfsprekend dat je op school ook je afval scheidt. Want de manier waarop we nu onze aarde gebruiken, de manier waarop we nu met afval omgaan, met die grondstof omgaan, het merendeel wordt verbrand in de verbrandingsoven. En het is natuurlijk gek dat we bezig zijn met de circulaire economie, maar de basis vergeten. Scheiden jullie afval op school? Nou, nog niet echt, maar ik hoop wel dat we het gaan doen. Ja. Waarom hoop je dat? Ja, het is beter voor het milieu en dan kunnen ze het recyclen. Vind je het belangrijk om het ook op school te doen, afval scheiden? Ja, het kan wel, maar ik weet niet of iedereen daar zich daaraan gaat houden dan. Waarom denk je dat? Nou, kinderen die gooien soms vaak iets snel even weg, dat ze, ja... Nou, op scholen is het zo, daar begint het natuurlijk. Dat is ja, vanzelfsprekend. Jong geleerd, oud gedaan. Ja. Ik ben in ieder geval hartstikke blij dat ik hier ben. Ik ben langs een hele hoop burgemeesters en wethouders geweest. Maar natuurlijk mijn eigen stad, Leiden, ja, daar moet ik natuurlijk ook langs. Om aandacht te vragen voor het afvalscheiden heeft Tinga tijdens zijn subtour door het hele land kaarten verzameld bij verschillende scholen. Ook wethouder Yvonne van Delft steunt het initiatief. Ik ben eigenlijk verbaasd dat we dat gewoon niet al lang hebben, want de roep is er al lang. Alle kinderen hebben thuis in Leiden ook een container in de tuin, als je een tuin hebt, om daar papier in te doen. En op school ga je het niet scheiden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gek. Toch kan de wethouder zelf dit probleem niet oplossen. Dat is aan de landelijke overheid. Ja, we kunnen het niet afdwingen. En dit maakt gewoon dat je het afdwingt, dat het logisch wordt voor iedereen om het te doen. En nu is het heel erg, zitten we aan de kant van de verleiding. He, dus dat is eigenlijk de wortel. En aan de andere kant willen we nu ook, zeg maar, ja, het klinkt een beetje vervelend, de stok, maar dat je het gewoon moet doen. Daarom subt Tinga door naar Den Haag om de kaarten aan te bieden aan Kamerleden.